is vandaag het laatste deel te zien van het Noorderslagfestival in Groningen. En het festival is al volop aan de gang. En dat betekent dus werk aan de winkel voor onder andere de beveiliging. En het uur U is aangebroken voor de bands. Want welke band gaat dit jaar nou die popprijs winnen? We lopen eerst even een rondje. Zodat iedereen weet waar alles zich afspeelt. Ja? Gaan we eerst die kant op. Het loopt nu helemaal uit de klauwen. We worden te smerig. Gaan mensen overgeven. Even aan de bel trekken. Dan gaan we die wc afsluiten. Gaan we even schoonmaken. En een half uur later kan hij weer open. Ja? Tot een lange nacht. Wie, oh wie? Oh, dat geeft mij een. En oordopjes? Ga je gang? Vanavond zul je erom schreeuwen. Denk je, had ik ze maar. Eind van de kaartcontrole wordt er ook gecontroleerd. Of ze geen spullen bij zich hebben die niet toegestaan zijn. Ik ken de blikwerk, glaswerk. Dat is ervoor dat het niet op de grond terechtkomt. Waardoor de mensen wat aan enkels kunnen krijgen, uit kunnen glijden. Waardoor de organisatie weer verantwoordelijk zelf kan worden. Je mag ook een beetje raar. Je mag ook een hoek zitten. Hij wordt Ja, 5 minuten moeten we naar beneden. Het is traditioneel de opening van het Nederlandse popseizoen, voor zover ik het begrepen heb. Iedereen is hier. Ineens uit de industrie, de boekers, de programmeurs. Belangrijk om hier gezien te worden. Als je hierbij zit, dan hoor je toch bij de meest opvallende 20, 25 acts van Nederland. Ja, jongens, dit zijn de bange momenten. Dit is het angstzweet op het voorhoofd. Het was alleen maar simpel. Ja, dat weet ik niet. Yeah. Maakt het voor mij allemaal hetzelfde, ik geloof. Als wij vanavond winnen, dan wil ik wel een weddenschap opzetten. Wat doen we dan? Dan gaan we uit elkaar. Ja, daar stoppen we ermee. Ja, ze hoeven niet te stoppen, want ze hebben niet gewonnen. Aarling en Cameron, die heeft de prijs voor hun neus weggekaapt. Nou ja, volgend jaar beter.